kijkt. Ik heb vandaag een hele leuke video. En het is een hele zomerse video ook. Ik ga namelijk aan jullie een paar manieren laten zien hoe je een parero, volgens mij heet het zo, kan combineren. En een parero is eigenlijk een doek die je dus, ja, een soort omslagdoek. Dus ik ga het voor nu ook gewoon een omslagdoek noemen, omdat ik niet zo goed weet of het parero is of dat je het anders uitspreekt. Zo'n omslagdoek is ideaal als je naar het strand gaat. Je weet wel, je kent misschien wel het moment dat je lekker aan het strand ligt en even in het water gaat en dan weer even gaat zonnen. En dan wil je graag een ijsje halen. Tenminste, ja, ik wil altijd heel graag een ijsje halen. En dan wil ik toch wat aan hebben, maar ik heb geen zin om helemaal mijn kleren aan te doen. Vaak wat ik dan doe is ik draai mijn handdoek even om me heen, zodat ik een soort jurkje heb van een handdoek. Maar eerlijk is eerlijk, het ziet er niet echt charmant uit. En zo'n omslagdoek is heel leuk om ja, toch bedekt eruit te zien, maar wel ja, mooi. Want je ziet ook deze doek heeft een heel mooi printje en het is een dunne stof, dus dat valt heel erg mooi. Dus ja, dan is dit een betere optie. Dus daarom is het handig om zo'n ding te hebben en ook, ja, het ziet er ook gewoon heel erg leuk uit. Je draagt natuurlijk een bikini of een badpak of wat je dan ook draagt. Ik draag eigenlijk altijd een bikini en deze vind ik heel erg leuk met die bloemen hier en die franjes hier. En deze omslagdoek past er natuurlijk, ja, perfect bij. Dus ik ga een paar manieren laten zien hoe je het leuk kan dragen. Bij de parero die ik ontving zat een grote doek en een klein doek nog. Dus die kan ik ook gebruiken. Ik ga dat niet bij elke, ja, bij elk voorbeeld doen. Omdat ik weet dat niet elke omslagdoek dit ook bij zich heeft. Dus die hang ik voor nu even hier neer. Er zijn natuurlijk een paar standaard manieren om een omslagdoek te dragen. En dat is natuurlijk, nou, gewoon hup, simpel om je boven je borsten vastknopen. Nou, dan kan je de knoop aan de zijkant doen. Knoop in het midden. Nou ja, dat is gewoon een basic manier om een parero te dragen. Of je doet hem inderdaad als rok. Dat zijn gewoon hele makkelijke manieren, simpele manieren, maar ik heb ook een aantal iets leukere manieren. Dus die wil ik graag aan jullie laten zien. Het eerste wat ik doe is, ik ga hem zo onder de oksels doordoen en zorg dat deze punten ongeveer gelijk komen. Die hou ik onder de oksels door. Wat ik dan doe is, ik maak voor de zekerheid, zodat hij goed, dat ik goed weet dat hij vast zit, maak ik even een knoop. En ik draai hem en vervolgens maak ik hem vast in de nek. En doe het met een platte knoop. Hè? Als je hem in je nek knoopt, zorg dan dat je een platte knoop hebt. Want dat, ja, dat zit minder vervelend. Zeg maar, dat is de knoop die je ook maakt als je een mitella om hebt. Want anders dan gaat op een gegeven moment die knoop, ja, dat zit gewoon niet lekker. Ja, ik vind dit een hele mooie manier. En dit vind ik ook een hele chique manier. Dus dit was de eerste manier hoe je hem als jurk kan dragen. De tweede manier is ook een manier hoe je hem kan dragen als jurk. En ik hou hem zo op de helft en dan vouw ik hem zo naar hier toe. Als ik de punten hier heb, kruis ik die om. Oh, hij zit om mijn bed heen. Die kruis ik zo om en ik knoop hem vervolgens aan de andere schouder. En dan is dit een jurk met een hele leuke lijn hier en ook aan de achterkant zie je dat. En het ziet er een beetje vormloos uit hier, zeg maar, bij de taille. En je wilt natuurlijk wel weer gewoon mooi uitzien. Dus dan pak ik wel mijn tweede stofje. Dit is dus optioneel. En die knoop ik dan om het middel. En zo krijg je ook wat meer figuur in zo'n, ja, vormloos hier. En nu heb ik twee manieren hoe je deze doek kan dragen als rok. Want tenminste, dat vind ik zelf soms. Dan is het zo warm. En dan ja, brandt de zon echt op je schouders. Vind ik het fijn om een t-shirt aan te doen. Pop heeft nu ook een wit t-shirt aan. Ik weet niet of het heel goed overkomt op de camera. Maar dan doe ik een t-shirt aan en dan kan je deze leuk gebruiken als rok. Daar heb ik twee hele leuke manieren voor. Ik vind vooral deze heel erg leuk. Wat je doet is, je houdt de doek zo beet en die knoop je om je middel heen. Gewoon zo. Dan heb je hiervoor een hele lange sleep. En die sleep die pak je en die doe je tussen de benen door. Mijn paspop heeft maar één been. Een beetje gek misschien, maar je doet het dus bij jezelf door je benen heen. Dus ik haal hem langs de ene been van mijn paspop. En dan pak je de punten die daaruit komen. Die pak je dan weer beet en die knoop je hier vast. En zo krijg je een heel leuk en speels effect met het doek. En ik vind dit echt heel erg gaaf. Dus dit was de eerste manier hoe je hem kan dragen als rok.
maar heel simpele manier hoe je hem kan dragen als rok. Wat je doet is je vouwt hem zo om en je zorgt dat aan de zijkant de punten even lang zijn. Dan ga je hem knopen. Als je hem dan geknoopt hebt, dan zie je hier een heleboel leuke roezeltjes. En wat dan wel jammer is, is deze. Die vind ik er dan niet zo mooi uithangen. Dat kan wel als je het niet erg vindt. Maar wat ik doe, is ik ga even er tussendoor. En deze sliert, die draai ik eromheen. Totdat die... niet zo lang meer is. En dan heb je een heel mooi soort strik effect. Dus dat is optie 2. En als laatste heb ik een hele leuke manier hoe je dit kan dragen als een top. Dit vind ik zelf heel erg leuk bij een shortje. Maar die krijg ik niet om bij mijn paspop. Dus die moet je er even zelf bij bedenken. Wat ik doe, is ik vouw mijn doek even dubbel. Zo. En ik pak de uiteindes bij elkaar. Dus de vier punten, die pak ik bij elkaar. Op deze manier. En dan vouw ik die. Knoop ik die om de nek. Ja, of je eigen nek. En in mijn geval om een paspop zijn nek. Zodat je... Ja, dit valt dan heel erg leuk en het is eigenlijk nu een soort slouwtje. Vervolgens pak ik deze twee punten en die knoop ik achter in de rug, knoop ik die ook weer vast. En dan krijg je echt een super mooie en sexy open rug. En ik zelf vind dat niet erg als je toch je bikini eronder hebt, want ja... 5 minuten later lig je alleen in je bikini, dus dan vind ik dit nog best wel kunnen. En aan de voorkant vind ik dat hij hier heel mooi een beetje dat waterval effect heeft. En hier ook een beetje mooi dat bollinkje. Dus ik vind dit echt een hele leuke, toffe manier om zo'n doek te dragen als, als top. In combinatie met een shortje bijvoorbeeld. Dus ik vind dit ook een hele leuke manier. Deze doek kan dragen. Er zijn natuurlijk nog veel meer manieren hoe je zo'n doek kan dragen. Laat die vooral even achter, want ik vind dat heel erg leuk om te bekijken ook. En mocht je nou niet zo'n doek hebben, pak dan gewoon een sjaal. Een grote sjaal. Dat werkt ook gewoon. En wat ik persoonlijk wel heel erg leuk vind, is dat dus je doek bij je bikini past. Zoals ik hier wel heb. Dus kijk er ook even naar. Dat het leuk staat ook bij elkaar. Dat je niet weet ik veel... Je doek vloekt bij je bikini of badpak. Want dat is natuurlijk wat minder zomers. En ga lekker experimenteren. Gebruik gewoon altijd in je nek een platte knoop. En dan moet het lukken, denk ik. Heel veel succes met het combineren van jouw omslagdoek. En laat ook even weten als je het hebt geprobeerd. En wat jouw lievelingsmanier is om zo'n doek te dragen. Want ben ik wel heel erg benieuwd naar. En dan vergeet niet te abonneren, te liken en te reageren natuurlijk. En dan zie ik je de volgende keer weer. Doeg!